Welkom bij het weerbericht van Weerplaza. Op de satellietfoto van vanochtend 11 uur zien we een dikke wolkenpartij boven Noord-Nederland liggen, maar in de middaguren is die bewolking gelijk naar het zuiden aan het trekken. Ook vanavond hebben we nog met enkele wolkenvelden boven Nederland te maken, maar er komen ook weer opklaringen. Valt geen regen uit, dus het blijft overal droog. De temperatuur ligt vanavond tussen 7 en 13 graden. In de nacht wordt het koud, op sommige plaatsen kan het zelfs 2 graden worden en aan de grond kan het licht vriezen. Verder vormt zich lokaal nevel en misschien een mistbankje. Morgen krijgen we dan schitterend weer. De wind komt uit het westen, stelt in de zuidelijke provincies weinig voor. Langs de noordkust kan die 4 tot 5 per voor worden. Daar is het 12 tot 15 graden, in het zuiden 16 tot 19. Zaterdag is het zonovergoten, dan overal een noordelijke wind, maar temperaturen die dan iets naar beneden gaan, 14 tot 18 graden. Zondag en maandag blijft het zacht, zondag is het droog, maar maandag kan er misschien een lokaal buitje vallen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.